De juni-update in Clash of Clans komt eraan en Supercell heeft zojuist de eerste hints gereleased van alle nieuwe dingen die eraan komen. En dat is ook precies waar wij deze video naar gaan kijken. Laat alvast even een like achter als jij zin hebt in deze update. We gaan voor de 30 likes. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan, als je op de hoogte wil blijven van alle toekomstige updates. Maar laten we niet langer meer wachten en we gaan beginnen met het eerste nieuwe item van deze nieuwe update. En dat is de Builder's Apprentice. Dat is een nieuw personage die je gaat kunnen unlocken vanaf stadshuis level 10. Je kunt hem kopen in de shop voor 500 gems en die gaat in je stadshuis wonen of leven. Waardoor dat er ook geen nieuw gebouw bij komt, dus geen nieuw bouwvakkershutje. En in tegenstelling tot wat je misschien zit te denken, dit is dus geen nieuwe builder. Dit personage, de Builder's Apprentice, gaat dus niet apart een nieuwe upgrade kunnen starten voor jou. Maar wat die wel gaat kunnen doen, is die gaat andere builders helpen met upgrades die bezig zijn. En hoe dat precies gaat werken is als volgt. Je gaat dus elke dag kunnen inloggen op de base en je kunt hem toevoegen aan een van je upgrades die bezig is. Dus dit moet je elke dag opnieuw doen. En als je dat dan eenmaal gedaan hebt, gaat hij dus voor 1 uur lang de andere builder helpen en de upgrade dus waar je hem aan hebt toegevoegd versnellen. En dit moet je dus elke dag dan opnieuw doen, waardoor dat je hem ook kunt verspreiden over verschillende upgrades. Dus je kunt de ene dag aan deze upgrade toevoegen, aan de andere dag aan een andere upgrade. En zo kun je hem proberen efficiënt te gebruiken. Je kunt misschien zorgen dat een upgrade net voordat je naar bed gaat klaar is, zodat je alvast een nieuwe upgrade kunt starten in plaats van dat een upgrade af is om 1 uur 's nachts. En dat jij dan moet wachten totdat je wakker wordt om een volgende upgrade te starten. Dus je kunt er een beetje proberen mee te spelen om hem, ja, om je base wat efficiënter te upgraden. Maar wat je dus ook gaat kunnen doen, je gaat die apprentice waarden kunnen upgraden en dat wel voor 8 levels. En dat gaat gems kosten om die te upgraden. Je ziet hier een tabel en je kunt hier zien dat je hem tot level 8 gaat kunnen upgraden. En je zult stadshuis level 14 moeten zijn om hem te kunnen maxen. En het enige waar dat hij dus beter in wordt, wat dus omhoog gaat per upgrade, is de werksnelheid. Wat die werksnelheid precies doet, is dus in dat ene uur dat jij hem toevoegt aan een upgrade, hoe snel dat hij dus werkt in dat ene uur. Dus om even een kort voorbeeld te geven, als je hem toevoegt aan een upgrade en je hebt hem level 1, dan gaat hij in dat ene uur 1 uur van de upgrade afhalen. Maar stel je hebt hem level 5, dan werkt hij 5 keer zo snel en dan gaat hij in dat ene uur 5 uur van de upgrade afhalen. En heb je hem level 8, dan gaat hij er 8 uur van afhalen. En dat betekent dus dat als jij hem level 8 hebt, dat je elke dag 8 uur van een upgrade af kunt halen. En dat is natuurlijk redelijk wat. Dat begint redelijk snel te tellen, want dat is rond de 56 uur volgens mij per week als je hem elke dag gebruikt op max level. En dat is ongeveer iets meer dan 2 dagen. Maar natuurlijk, om hem naar level 8 te upgraden in totaal is 6500 gems. En dat is redelijk veel. Niet iedereen heeft dat, maar toch zijn er heel veel spelers die dat wel hebben. Ik bijvoorbeeld heb 11.000 gems op mijn main account. En die heb ik gewoon gekregen door lang te sparen, obstakels te verwijderen, magische items die ik niet nodig heb te verkopen. En zo kom je er eenmaal. En dan is het misschien wel handig gewoon om iets nice zoals dit te hebben, om je gems in te steken. Het probleem is wel, als jij niet genoeg gems hebt, dan zul je wel even moeten sparen of heel wat achievements moeten halen in je profiel. Of je zult gems moeten kopen, maar 6500 gems is 50 euro in de shop. Dus dan ga je wel even moeten kijken of het dat wel 50 euro waard is. Of je spaart gewoon even lang en je doet de upgrades langzaamaan. Want ze gaan 500 gems is het om naar level 2 te doen. En dan worden de upgrades wel steeds wat duurder. Maar het is wel doenbaar als jij gewoon actief speelt en gems verzamelt. Je kunt dus ook obstakels op de builderbase wegdoen voor extra gems bijvoorbeeld. Dus het is wel mogelijk. Maar mensen, laat mij zeker in de reacties weten wat jullie van deze Builder's Apprentice vinden. Lijkt het de moeite om hem te maxen? Ik denk dat ik het ga doen. Ik heb 11.000 gems waar ik momenteel niks mee doe. Maar laat mij het zeker in de reacties weten wat jullie eerste gedachten zijn hierover. Maar ik denk dat we dan doorgaan naar de volgende item. Het volgende is iets super nice om eerlijk te zijn. En misschien zelfs mijn favoriete gedeelte van alles wat ik jullie vandaag ga vertellen. En dat is een verbetering van de aanvalsvoorbereiding. Op dit moment in Clash of Clans, als jij een aanval aan het zoeken bent en naar een base aan het kijken bent, kun jij niet op gebouwen drukken. Jij kunt alleen een troep selecteren en dan je aanval beginnen. Maar dat gaat veranderen. En ik ga hier op play drukken. Want wat je nu gaat kunnen doen, is jij gaat op de gebouwen kunnen klikken terwijl jij een aanval aan het zoeken bent. Dus zoals je kunt zien hier in de video, is de aanval is nog niet begonnen. Je bent nog altijd aan het scouten, je bent aan het kijken. Maar je kunt hier bijvoorbeeld op de airsweepers klikken. En ook iets wat verandert is, als jij op 1 airsweeper drukt, gaat hij allebei laten zien. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de Archer Towers. Jij drukt op 1 Archer Tower en hij gaat ze allemaal laten zien.
en ook wat de range ervan is. Voor mij is dit dus heel erg handig, want ik val aan met air. Dus ik druk dan meteen even op die air sweeper. En ik zie waar dat ze allebei staan. Ik zie waar naar dat ze blazen. En ik weet meteen waar kan ik het beste van aanvallen. Hier zie je ook een voorbeeld met de X-bogen. Je kunt hier op één X-boog drukken en je ziet de range van ze allemaal. Dus dit gaat er echt voor zorgen dat jij je aanvallen veel sneller kunt voorbereiden in die 30 seconden dat je hebt voordat de aanval echt begint. En daar houdt het ook nog niet eens op, want als jij op het klankkasteel drukt van een base die je aan het bekijken bent, dan kun je zien hoeveel troepen dat er in het klankkasteel zit. Want als jij dan bijvoorbeeld drukt erop en er staat 50 van de 50, en jij denkt van ik wil geen aanval doen met, op een base met klankkasteel troepen, dan skip je gewoon als jij ziet dat er 50 troepen in zitten. Maar als jij dan ziet dat er niks in zit, dan kun je er lekker voor gaan. Dus dat is super nice. En nog iets anders dat erbij komt, maar dat wordt hier niet getoond in de video, is dat als jij op een collector drukt, dus op goudmijn of een elixirpomp of zelfs een storage, dan gaat die laten zien hoeveel dat er in die storage zit. Dus je kunt op een storage drukken en dan staat er bijvoorbeeld 200.000 elixir zit daarin. Dus dan weet jij of het de moeite is om bijvoorbeeld, als jij aan het farmen bent, om dan de collectors aan te vallen. De goudmijnen, de elixirpompen. Of misschien zit er helemaal niet zoveel in als jij denkt. En dan kun je skippen naar de volgende base. Super, super handig. Ik kijk heel erg uit naar deze feature. Dit gaat zoveel makkelijker zijn voor mij om te kijken waar zijn de air defenses, waar staan de inferno-torens enzovoort. Super, super nice. Nog iets dat erbij komt is de hard mode. En dat wil zeggen dat als jij nu een friendly challenge start in je clan, dan kun je hier een box selecteren en dus de hard mode aanzetten. En wat gaat dat precies doen? Dat gaat de defenses sterker maken en de aanvallende helden zwakker. Dus de defenses worden sterker met 5% en de aanvallende helden gaan dus minder health hebben en ook minder damage doen. Dit is dus bedoeld voor de mensen die Clash of Clans op dit moment een beetje te makkelijk vinden en gewoon wat een grotere uitdaging willen hebben. Ook hebben ze de upgrade tijden en kosten van heel wat stadshuislevels verlaagd. Voornamelijk voor bijvoorbeeld stadshuislevel 15, 14 en 13 volgens mij. En we zien hier het voorbeeld van stadshuislevel 15. Je kunt hier zien dat aan de linkerkant voor de upgrade kostte het 7 maanden en 20 dagen ongeveer om stadshuislevel 15 volledig te maxen qua upgrades. Maar je ziet hier nu aan de rechterkant dat dat maar 4 maanden en 20 dagen is. Dus daar is gewoon 3 maanden van afgegaan. Wat echt gigantisch veel is. En op andere stadshuislevels is dat dus ook ferm omlaag gegaan. Dus wat ze hier proberen mee te doen is dat mensen op lagere stadshuislevels wat sneller naar het volgende stadshuis kunnen gaan. Volgens mij is dat omdat ze dus nu tegenwoordig redelijk snel nieuwe stadshuislevels releasen. Elk jaar komt er dus een nieuw stadshuislevel bij. En stel, het duurt 1 jaar om een stadshuislevel te maxen. Ja, dan kom je nooit eigenlijk bij het max stadshuislevel. Hier geven ze dus mensen eigenlijk de kans om een beetje in te halen en dichter bij dat max stadshuislevel te komen. Tot slot hebben we hier ook deze afbeelding gekregen. Ik heb geen idee wat het is, maar het lijkt op een nieuwe troep. Ik denk niet dat het een held is. Het zou wel een nieuwe held kunnen zijn. Who knows? Maar we zien hier dus een staf met honing of zo erin. Of een soort elixier. Ik heb geen idee wat het is, maar we zullen hier dus binnenkort nieuwe informatie over krijgen. Supercell heeft eerder deze maand al gezegd dat ze eigenlijk de update willen releasen op 17 juni. Dus dat is deze maandag. Wat dus redelijk binnenkort is. En we zullen dus binnenkort waarschijnlijk ook nog veel meer informatie krijgen over de nieuwe troep of hero of whatever dit is. We zullen zien. Laat mij in de reacties weten waar jullie het meest naar uitkijken van deze update. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg tevreden met die voorbereiding van de aanvallen. Vind ik super nice feature. En voor de rest, ja, ik denk dat ik die builder wel ga halen, die apprentice builder. Puur omdat ik de gems ervoor heb, maar... Maar laat me in de reacties weten wat jullie ervan denken van alles wat we hier in de video gezien hebben. Ik ben heel erg benieuwd in het algemeen en vraag me af of er nog een paar nieuwe dingen bijkomen die ze hier nu niet hebben aangekondigd. Maar dat zullen we wel zien. Voor de rest zou ik gewoon vriendelijk willen vragen om even een like achter te laten op deze video. En abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En voor de rest zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.